Welkom allemaal bij Broodje Filosofie. Een samenwerking tussen de SG van de TU Delft en Brandstof. Het idee is dat we 3 keer per semester tijdens de lunchpauze een onderwerp nemen uit het dagelijks leven en een filosoof vragen om een verhaal te houden dat je aan het denken zet over dat thema. Vandaag is Karim Bennemar hier. Karim is onder andere gespecialiseerd in denktechnieken en hoe je je denken kan verbeteren. En ook in het thema waar hij het vandaag over gaat hebben, en dat is geld. Daar heeft hij onder andere het boek over geschreven, Denken over geld en waarde. En vandaag heeft hij het over Hoezo Rijk. Dus welkom, Karim. Dank je. Goedemiddag. Het boek Denken over geld en waarde is een bloemlezing. Dus het zijn 23 stukken van economen, filosofen, bankiers, historici over wat geld nou eigenlijk is en hoe geld en waarde zich tot elkaar verhouden. En ik ben als filosoof 10 jaar geleden geïnteresseerd geraakt in dat idee van geld. Omdat geld een systeem is wat we dagelijks gebruiken, waar we allemaal mee te maken hebben, maar dat we vaak niet zo goed doorgronden. En toch heeft het een sterke invloed op ons leven. Vandaag ga ik het een beetje zijdelings over geld hebben, want ik wil het vooral hebben over rijkdom. En rijkdom, ik heb de titel heel letterlijk genomen. Hoezo rijk? Dus de vraag aan jullie, voordat ik begin, ben je rijk? Voel je je rijk? Of wat zou het betekenen om rijk te zijn? En misschien kunnen we dan, als we klaar zijn met het verhaal, daar en over andere dingen vragen stellen. Dus als je aan een student zou vragen, hoezo rijk? Dan zou die misschien kunnen zeggen, ja, maar ik heb niet zoveel geld. Op dit moment is misschien in je studententijd in technische zin de armste tijd van je leven. Voordat je het grote geld gaat verdienen later. En nadat je steun van je ouders gehad hebt toen je opgroeide. Je zou kunnen zeggen dat, hoe zit het dan met de toekomst? Zijn er straks wel banen voor iedereen? Zijn er wel het soort banen dat mijn vader had of mijn moeder had? Hoe zit het met pensioenen? Zijn er straks wel betaalbare huizen? Als ik huisvesting zoek. Het soort huizen waar mijn ouders in wonen. En als dat nog niet allemaal erg genoeg is, dan denken we van, en de Chinezen dan? Die gaan alles wat wij doen voor 1/10 van de prijs doen en die concurreren ons straks weg van de arbeidsmarkt. Dus in een bepaald opzicht zou je, als je jong bent, kunnen zeggen van, we zijn helemaal niet zo rijk. Globaal, als je kijkt naar de hele wereld, kun je hetzelfde zeggen. We zitten nog steeds in een economische crisis. Er is nog heel wijdverbreide armoede in de wereld. Iedereen die hier zit, hoort tot de 1% rijkste mensen ter wereld. Dus dat is een beetje de categorie waar we het over hebben. En de rest zit daar dan onder. We hebben werkloosheid, we hebben oorlogen, conflicten, natuurrampen, epidemieën en de aarde wordt warmer. Ik zeg dit altijd om het om te draaien, want ik heb een boek geschreven over overvloed. Dus ik wil het eigenlijk over de goede kijk, de goede kant van rijkdom hebben. Maar als je vraagt hoezo rijk, zou je kunnen zeggen dat we ook arm zijn. Tegelijkertijd is dit de rijkste tijd uit onze beschaving. We zijn nog nooit zo rijk geweest en we hebben het nog nooit zo goed gehad. Gezamenlijk, globaal. En ik durf te voorspellen dat de generatie studenten die hier zit, de rijkste generatie uit de geschiedenis zal zijn. Rijker dan hun ouders. Wij zijn 8 keer rijker dan onze ouders. Jullie misschien 4 keer of 8 keer of 16 keer. Maar het zal in ieder geval een enorme vooruitgang zijn. Waardoor komt dat dan? Waardoor wordt de mensheid steeds rijker? Het komt door een soort fundamenteel idee van overvloed. Je kunt zeggen dat je een systeem hebt waar je energie in stopt. De aarde krijgt de energie van de zon. Dat is een surplus van energie, waardoor het leven groeit. Planten, dieren die planten eten, dieren die dieren eten. De mens bouwt beschavingen op. En vanuit het individu geredeneerd zou je kunnen zeggen dat elke persoon meer achter kan laten, of meer achterlaat, dan die gebruikt.
Dus je eet van alles in je leven, je gebruikt dingen. Maar jouw op aarde zijn, jouw existentie, is een toevoeging van waarde. Of kan het in principe zijn voor iedereen. Dus je zou kunnen zeggen, we hebben nu 7 miljard mensen, 7 keer toevoeging van waarde. De Amerikaanse econoom Julian Simon noemt het dan ook de mens de ultimate resource. De ultieme hulpbron. De mens is degene die het meeste waarde toevoegt. Dus wij laten als individu en als gemeenschap laten we meer achter dan toen we op aarde kwamen. En daarom kunnen we ook beschavingen opbouwen. We hebben een beschaving met allerlei systemen. We staan nu in een gebouw wat ontworpen is. Er zijn instituties zoals universiteiten, bibliotheken, geldsystemen, rechtssystemen enzovoort. Media. En de 2 grote drijfveren van die rijkdom zijn technologische ontwikkeling. Ideeën die vertaald worden in iets wat een soort hefboomfunctie krijgt. Iedereen van ons bezit 50 slaven. Misschien wist u dat nog niet. De 50 slaven is de energie die je gebruikt. Het zijn 50 paardenkrachten aan mensen die je consumeert. Dus we hebben het werk hebben we kunnen exterioriseren, naar buiten brengen naar apparatuur, instrumenten. Het tweede is dat we een economische ontwikkeling doormaken. Dus de 2 drijfveren, de een is technologische ideeën, de ander is een economisch systeem. En je kunt kritiek hebben op het kapitalisme. Je kunt kritiek hebben op, je kunt zeggen het was misschien beter dan het communisme of we hebben een ander systeem nodig. Maar het is wel zo dat het feit dat we een economie hebben juist die waarde creëert en die activiteit mogelijk maakt. Dus gebouwen, handel, mediasystemen, onderwijssystemen worden gemaakt met geld. Zorgsystemen. Dus alles wat voor de mens van waarde is, in dat opzicht is ook meetbaar in geld. Daar kom ik straks op terug. Om het eerste stukje dan af te ronden zou ik kunnen zeggen dat een groeiend deel van de wereldbevolking steeds gezonder, steeds veiliger en steeds comfortabeler gaat leven. Op dit moment zou je kunnen zeggen dat 1,5 à 2 miljard van de 7 miljard een comfortabel, relatief veilig en relatief gezond leven hebben. En de voorspellingen zijn dat in de komende 20 jaar daar ongeveer 2 miljard mensen bij komen. Dus de snelheid waarmee armere mensen in China, in India, in Afrika, in Brazilië toetreden tot de middenklasse of de lagere middenklasse, gaat nu met zulke enorme hoeveelheden dat van alle doelstellingen die de VN had gezet, de millenniumdoelstelling, de enige doelstelling die gehaald is, is dat mensen uit de armoede te halen. En dat komt door die technologische en die economische ontwikkeling. Als je met bijvoorbeeld de hoofd sustainability van IKEA praat, die zegt IKEA heeft nu een omzet van 20 miljard, over 10, 15 jaar is dat 40 miljard. En wij helpen mensen aan hun eerste bank, aan hun eerste kast, aan hun eerste dit. En wij moeten zorgen dat wij dat met honderden miljoenen mensen kunnen doen, op een manier die ook voor de aarde, in de zin van duurzaamheid, goed is. Maar de rijkdom die wij in de afgelopen 10, 20, 30 jaar hebben gekregen en die wij in de komende 20 jaar zullen bereiken, is ook vooral in de breedte. Er is natuurlijk veel aandacht voor de superrijken en wat zij allemaal niet kunnen en wat ze allemaal speeltjes kopen, allemaal voetbalteams enzovoort. Maar het is vooral die verbreding en dat is weer de ver-IKEA-isering van de wereld. Iedereen designerspullen. Iedereen met Ryanair of iedereen met de budget air maatschappijen naar Thailand of zo. Wat vroeger alleen maar de elite deed qua rijkdom, doet nu een steeds grotere groep mensen. En in mijn optiek, als iemand die daarmee probeert met wat afstand naar te kijken, is dat goed. Rijkdom is goed, want rijkdom betekent mogelijkheden. Laten we dan iets focussen op wat die rijkdom en die waarde dan is. Waarde is een heel mooi woord. Waarde betekent aan de ene kant iets wat we kunnen meten in geld. Hoeveel kost dit? Wat is de waarde van dit gebouw? Wat is de waarde
van een kledingstuk? Wat is de waarde van een lezing? En het is iets waar we zelf waarde aan hechten en wat niet in geld gemeten kan worden. Bijvoorbeeld een vriendschap of een liefde of een pen die ik van mijn grootvader heb gekregen en die voor jou niks waard is, maar voor mij onbetaalbaar. En als woorden twee betekenissen hebben, kun je zeggen wat jammer, wat vervelend, wat lastig. Maar je kunt ook zeggen, laten we daarmee spelen. Het woord waarde betekent iets wat we meten en het betekent iets wat wij besluiten om een waarde of iets wat wij voelen. Je zou kunnen zeggen dat die eerste waarde, die waarde die je in geld meet, is een waarde waar je minstens twee personen voor nodig hebt. Want het is een overeenkomst, het is een afspraak. Als jij iets koopt, een kop koffie voor 2 euro, is het een afspraak dat jij er nu 2 euro voor over hebt. Je kunt wel zeggen het is een vaste prijs, maar als je een beetje doordenkt, merk je dat een heleboel dingen helemaal geen vaste prijs hebben. Misschien heb je nooit geprobeerd een huis te kopen of te verkopen, maar dat heeft geen vaste prijs. Het is wat je ervoor over hebt. Grotere dingen onderhandel je de prijs. En kleine dingen, een kop koffie meestal niet, maar als je s'avonds komt vlak voordat de tent dicht gaat, die koffie wordt toch weggegooid. Het is voor de verkoper misschien interessanter om je flinke korting te geven. Dat brengt een aantal problemen met zich mee. Want het betekent dat spullen eigenlijk alleen maar hun waarde hebben op het moment dat er een transactie plaatsvindt. Je kunt wel zeggen mijn huis is 2 ton waard, maar dat is het dus niet waard. Het is alleen maar 2 ton waard als iemand ook bereid is en ook het kan betalen en het ook biedt. Dan is het 2 ton waard. En alle andere momenten is het niet 2 ton waard. Wat is het dan wel waard? We weten het niet. Dus we zetten 2 ton in de... Of de WOZ-waarde wordt dan op 2 ton gezet. Maar dat is een virtueel bedrag. Denk ook eens aan je eigen spullen. Alles wat je thuis hebt liggen. Je kleren, je boeken, je apparatuur. Hoeveel is dat waard? Ja, voor de verzekering vul je wel allemaal bedragen in. Maar ja, wie wil jouw oude kleren? En hoeveel heeft hij daarvoor over? Wie wil jouw oude boeken? Wat is de waarde van die dingen? Als ruilmiddel, wat heeft iemand ervoor over? Natuurlijk is het ook de waarde die jij eraan hecht. Dus laten we die tweede kant van waarde, dat is geen afspraak. Daar hebben niet twee mensen voor nodig. Als ik iets waardevol vind, kan ik gewoon zeggen, dit is een statement. Ik heb dit hiervoor over. Ik ben bereid zoveel tijd, energie, geld, wat dan ook, moeite te stoppen in iets wat voor mij waardevol is. En dat is iets heel persoonlijks. Dus waarde heeft die dubbele lading. Waar komt waardecreatie dan vandaan? Nou, traditioneel, als je mensen vraagt waar komt waarde vandaan aan economen, dan geven ze een aantal antwoorden. Ze zeggen arbeid. Arbeid is de belangrijkste creator van waarde. Als wij iets doen met iets en we veranderen het, dan voegen we waarde toe en dan kunnen we dat ook economisch meten. Hulpbronnen. Als je olie in de grond hebt zitten of gas, kun je dat ook verkopen als iemand daarin geïnteresseerd is. Of diamanten of goud. Dat geeft ook waarde. Technologie levert waarde op. En ideeën. Dus je kunt een patent hebben op iets, maar ook een idee voor iets, een idee voor een Big Brother show bijvoorbeeld, levert ook 100 miljoen op. Produceert waarde in dat opzicht. Economisch, maar ook, denk ik, echte waarde. En een hele speciale categorie is meta-ideeën. Meta-ideeën zijn ideeën die zo groot zijn, zijn hele systemen van ideeën, waardoor de welvaart een enorme sprong vooruit maakt. En wij Nederlanders kunnen trots zijn dat we 2 van die grote meta-ideeën min of meer uitgevonden hebben. Rond 1600 hebben wij de Verenigde Oost-Indische Compagnie opgezet en de eerste multinational. De eerste aandelen. Het idee dat je het risico spreidt door aandelen te kopen. Dus de hele aandelenhandel is ooit begonnen in 1600 met de VOC. De beurs in Amsterdam. Het tweede is dat we dus in die zin de banken en de beurs hebben ontdekt. En dus ook die handel daar, die verzekering daar mogelijk gemaakt.
En dat heeft zoveel waarde toegevoegd, omdat het een hele economische sprong mogelijk maakt. Dus je kunt een systeem ontwikkelen van handelen en van aandelen en van banken en van geld, waardoor veel meer activiteit plaats kan vinden dan als iedereen het gewoon voor zichzelf doet en iedereen alleen maar zijn eigen risico loopt. En we gaan straks ook zien dat een van de sleutels tot die rijkdom verspreiden in landen waar nog minder rijkdom is, is ze ook die grote instituten en structuren geven die die rijkdom, die waardevermeerdering mogelijk maakt. Nog even wat vermindert waarde dan, want dit wordt wel een heel positief verhaal zo langzamerhand. Alles levert waarde op, het wordt steeds beter, we worden steeds rijker. In principe is dat ook zo. Als je kijkt naar de geschiedenis van de mensheid, worden we altijd rijker. Met een paar uitzonderingen. De eerste belangrijke uitzondering is oorlog. Als je een wereldoorlog hebt, zoals we er twee gehad hebben in de 20e eeuw, en je gooit alles plat en je stuurt 800.000 mensen of 10 miljoen mensen, jonge mensen de dood in, dan zakt je waardepeil, dan zakt je rijkdom. Het levert daarna ook weer wat rijkdom op, omdat je alles plat gebombardeerd hebt, je moet allemaal weer op gaan bouwen. Maar het is niet een hele gezonde manier om economische groei te krijgen. Want misschien is het economisch wel waardevol, maar niet waardevol voor ons als mens. Zoveel dood en verderf. Als je kijkt naar de geschiedenis van de groei, van de welvaart, een oorlog dempt die groei altijd flink. En we hebben best wat oorlogen gehad. In de 15e eeuw, 16e eeuw in Europa waren maar 3 jaar dat er geen oorlog was. In een hele eeuw. Dus ook een van de redenen dat er nu zoveel welvaart komt, is omdat we in relatief vredige tijden leven. Er is nog nooit in Europa 70 jaar zonder oorlog geweest. Compleet nieuwe situatie. Epidemieën, de zwarte pest, epidemieën zorgen voor een vermindering van welvaart. Natuurrampen zorgen voor een vermindering van welvaart. Vulkanen, uitbarstingen of tsunami. Dat kost tientallen miljarden, maar dat is ook maar een klein stukje. En als laatste zou je kunnen zeggen een economische crisis. Sinds 2008, toch al 6 jaar, zitten we min of meer in crisis. En dan nog, als je kijkt wat het effect op de crisis is, op onze welvaart, is dat een kleine, heel kleine aanpassing. De econoom Keynes zei bij de grote beurscrash van 1930, zei die, gaat het nu allemaal mis? Die was veel erger dan de crisis die we nu hebben. En hij zei, het is alleen maar een verkoudheid van het systeem. Dus het is natuurlijk voor de mensen die erin zitten, is het heel erg. Maar het is alleen maar een kleine verandering. De komende stukje wil ik het graag hebben over wat het nou voor ons persoonlijk betekent. Want nu wordt het wel een heel globaal verhaal over hoe rijkdom groeit en wat het met ons doet. Wat kun je daar zelf aan doen? En er zijn een heleboel mogelijkheden die door die nieuwe technologie komen, die interessant zijn qua waardevermeerdering. Crowdfunding, open source, deeleconomie. Er zijn allerlei paradigma's, allerlei ideeën, meta-ideeën die de laatste 5 à 10 jaar opgekomen zijn, die weer een heleboel andere waardevermeerdering mogelijk maken. Laten we het over 2 dingen nog hebben. Laten we het even kijken naar de economische waarde en waarom we die zouden willen vermeerderen. En laten we nog even kijken naar onze persoonlijke waarde en waarom we die zouden vermeerderen. Allereerst de economische waarde. Er wordt wel eens gezegd, en dat wordt dan meestal gedaan door mensen zoals wij, die al vrij rijk zijn, bij de hoogste 1% van de wereldbevolking horen. En soms wel bij de hoogste 1 of 2% in Nederland. Waarom hebben we die economische groei eigenlijk nodig? Is dat niet slecht voor het milieu? Is dat niet slecht voor onze gezondheid? We hebben het al zo druk. Zouden we niet een systeem kunnen bedenken wat niet meer groeit? Waarom is de economie in hemelsnaam verslaafd aan economische groei? Klinkt aannemelijk. Daarom is het zo'n gevaarlijk idee. Want het is heel diep onjuist. Het is een heel gevaarlijk idee omdat het interessant klinkt, maar er een grote denkfout in zit. We hebben absoluut economische groei nodig.
En drie categorieën mensen hebben economische groei nodig. Allereerst de allerarmste. Die 2 miljard mensen of 2,5 miljard mensen die van $1 of $2 per dag rond moeten komen. Voor hun betekent economische groei schoon water, huisvesting, inentingen, kans op leven in plaats van dood. En om te zeggen, die groei hebben we niet nodig, is denk ik gewoon misdadig. De middenklasse is ook een klasse, de lage middenklasse, waar die 1 miljard of 1,5 miljard mensen die we net gehad hebben, die in die middenklasse gekomen zijn, heeft ook economische groei nodig. Voor hun vertaalt dat zich dat hun kinderen naar school en naar de universiteit kunnen. Emancipatie voor de vrouwen, dat ze niet alleen maar thuis moeten zitten en koken, maar ook in het werk aan het leven mee kunnen doen. En vooral, zeg maar, meedoen met de maatschappij. Voor de armsten is het overleven, voor de middenklasse zijn het mogelijkheden om mee te doen. Blijft de rijken, de allerrijken over, wij dus, die 1% of 2%. Voor ons denk ik dat het verhaal iets anders is. Ik denk dat wij nog steeds moeten proberen rijker te worden. Nog steeds meer waarde creëren. Waarde voor anderen en waarde voor onszelf. Maar dat we wel een verschuiving zien van materiële waarde naar immateriële waarde. Er is een limiet aan het aantal speelgoed wat je kunt gaan verzamelen voordat het een beetje absurd wordt. En met speelgoed bedoel ik dan auto's, huizen, boten, dat soort dingen. In Amerika hadden ze een bumper sticker, wat ze achterop hun auto doen, van "He who dies with the most toys wins." Degene die met het meeste speelgoed doodgaat, wint. Dat is dan de grote ambitie van het leven. En dat is natuurlijk bizar. Het is bizar dat we alles wat we doen, gaan doen om zoveel mogelijk spul te kopen. Als je heel arm bent en je moet uit die armoede komen, is dat heel logisch. Als je in een situatie van schaarste bent en je hebt nog nooit een koelkast gehad, geloof me, het is fantastisch. Die mensen hebben koelkasten nodig. Maar als je al een koelkast hebt en een diepvries en dit en dat en dat en dat en je zoekt nog een nieuw speeltje, zou je af moeten vragen of dat jou rijker maakt. En tegelijkertijd of het dan niet een eindeloze wedloop wordt. Want als we het hebben over wat voor groei moet er komen en hoeveel groei kan de aarde aan. Ik denk dat de aarde in principe eindeloze groei aan zou kunnen, maar het is een kwestie van hoe snel gebeurt dat. De aarde kan niet heel snel heel veel groei aan. Dan zou je moeten zeggen, laten we die groei dan doen op de plekken waar het het meeste effect heeft. En niet nog meer spul voor mensen die al te veel spul hebben. En gelukkig zie je die verandering ook al. Je ziet een aantal rijke mensen willen hun leven simplificeren. Denken, ik heb dat spul allemaal niet nodig. Je hebt een aantal jonge mensen die zeggen, waarom heb ik mijn eigen auto nodig? Ik deel er wel één. Je hebt het gevoel van, zolang ik alles in de cloud kan zetten en ik mijn laptopje bij me heb, dan heb ik eigenlijk ook niet zo'n heel groot huis meer nodig. Of dan voel ik me overal wel thuis. Ik heb niet eens mijn eigen kantoor nodig, want ik heb altijd wel een werkplek als ik ergens een goede koffiemachine kan vinden. Dus we dematerialiseren ook op een bepaald idee. Als je 20 jaar geleden had gevraagd hoe zou de toekomst eruit zien, hadden we gedacht, we gaan grotere auto's, grotere huizen, meer spul. En dat is nog niet gebeurd. We hebben al de omslag gemaakt. En ik denk dat die omslag steeds verder zal gaan. Dus voor de top, voor de rijkste mensen, is het een kwestie van materieel naar immaterieel. En dan komt een hele diepe filosofische vraag. Waar leef ik voor? Je zou ook kunnen zeggen dat we ons die vraag niet hebben gesteld, omdat we bezig waren om spullen te verzamelen. Als je honger hebt, als je koud hebt, als je in een oorlogssituatie bent, als je je leven niet zeker bent, ga je niet zoveel denken over waar leef ik voor, maar dan wil je eerst die problemen oplossen. Maar als je een bepaald niveau van welvaart bereikt hebt en je hebt eigenlijk alles, of je kan alles krijgen als je je daar een beetje voor inspant, dan wordt de vraag van wat ga ik er dan mee doen? Wat wil ik er eigenlijk mee? En de econoom Keynes, die ik al geciteerd had, die heeft dat in een mooie lezing uit 1930, waar hij ook begon over het feit dat het alleen maar verkoudheid was, heeft hij het al gezegd. Dat heet economische mogelijkheden voor onze kleinkinderen. En hij wou vanuit 1930 naar 2030 kijken. 2030 zijn we over 15 jaar. En hij voorspelde voor Engeland dat het economische probleem van de mensheid opgelost zou zijn. En met economische probleem bedoelt hij
hoe hard moet je werken om spul te verzamelen? Hij zei, dat zal de eerste keer zijn in de geschiedenis van de mensheid, dat het meest prangende probleem niet is, hoe kom ik aan mijn spul? Sinds de geboorte van de mensheid, sinds het begin van de beschaving, is economische activiteit in bepaalde opzichten een van de centrale activiteiten geweest. Naast andere activiteiten natuurlijk. Maar het is wel altijd een van de pijlers geweest. Als dat steeds minder belangrijk wordt, hoe kom ik aan mijn spul? Wat gaan we dan met ons leven doen? En Keynes zag dat ook als een enorme uitdaging. Want hij zei, als je kijkt naar de rijken nu, 1930, die weten bij God niet wat ze met hun geld moeten doen. Ze doen rare dingen, ze gaan de hele dag tennissen, of ze hebben intriges, of ze raken aan de drugs en de drank, of ze raken de weg kwijt. We weten niet hoe we rijk moeten zijn. En aangezien we rijker aan het worden zijn, zou het misschien interessant zijn om te leren rijk te zijn. Natuurlijk zijn er rijke mensen, maar denk eens aan de, misschien ken je rijke mensen. Rijke mensen in een economische zin. Is het makkelijker voor hun om te leven omdat ze rijk zijn? Wat doen zij met hun leven? Wat zou je met je leven doen als er een basisinkomen zou zijn? Of als je materiële behoeftes al vervuld zouden zijn? Als iemand tegen je zegt, je bent 25, de rest van je leven komt er gewoon geld binnen. Wat ga je nu met je leven doen? Nou, zover zijn we nog niet. Maar we beginnen wel in de buurt te komen. Dus, conclusie. Waar leven we voor? Hoe leren we rijk te zijn? Hoe zien we dat als iets wat we gezamenlijk als beschaving, als wereld, voor iedere wereldburger willen? En ook iets wat we allemaal voor ons persoonlijk willen en mee bezig zijn. Rijk zijn of rijk worden. Hoe gaan we dan invulling geven aan ons leven? Mijn idee is dat we een soort creatief wezen zijn. Ik heb er een naam voor bedacht, dat is dan homo creator. Op een gegeven moment wil je overal namen aangeven. Homo ludens van Huizinga, Nederlandse filosoof, de spelende mens. En homo creator, de creatieve mens. De mens die schept, die dingen maakt, als omdat hij daar enorm van geniet, omdat dat zijn wezen is. En wat maken we? We maken de wereld om ons heen. Dat is de fysieke wereld. Gebouwen, snelwegen, huizen voor ons. Natuurgebieden, zeeweringen. Alles wat je op een technische universiteit aan het verzinnen bent voor de toekomst. We maken ook alle instituties. We maken ook alle systemen, rechtssystemen, economische systemen, bankensystemen, verzekeringssystemen, internetsystemen. Alles wat je niet ziet, maar wat wel infrastructuur is. We scheppen waarde. We maken economische waarde. We produceren dingen die we weer aan elkaar kunnen verkopen. Dat is ook een scheppende activiteit. En we scheppen onszelf. We scheppen onszelf in een overdrachtelijke en in een letterlijke zin. De overdrachtelijke is, waar ga ik mijn leven aan wijden? Wat ga ik met mijn leven doen? Kan je van je leven een kunstwerk maken? Wat zou het zijn om van je leven een kunstwerk te maken? Dan ben je de creator van je eigen leven. De regisseur van je eigen leven. Iemand zei laatst, het is meer een soort collage, mijn leven. Nou, degene die een collage maakt van je leven. Maar in ieder geval, in een groot opzicht ben jij in de driving seat. En we gaan onszelf ook in een letterlijke manier vormgeven. DNA-manipulatie. We hebben de techniek om uitgestorven dieren weer terug te brengen. Ik doe aan een crowdfunding systeempje mee, dat heet Resurrect the Dodo. Dus je mag kiezen welke dieren, er is een hele discussie, welke dieren moeten we nou terug laten komen? Dodo, ja. Mammoet, ja. Dinosaurussen, maar die mogelijkheden krijgen we. En hetzelfde geldt voor ons. We kunnen allerlei invloeden gaan geven. De kinderen die jullie gaan krijgen, nu naar jonge mensen spreek, jullie zullen invloed kunnen hebben op hoe het DNA van het kind eruit gaat zien. En op dit moment is het nog een passieve invloed.
Je meet het en als er iets heel erg mis is, dan moet je besluiten of je ermee doorgaat of niet. Mijn zussen hebben allebei kinderen gekregen en gingen door die fase heen. Maar het is maar een heel klein verschil totdat je actief mee gaat praten over willen liever een beetje van dit of liever een beetje van dat. Jullie zijn voor degenen die met technologie bezig zijn, de ethiek holt er altijd een paar tientallen jaren achterna. We krijgen mogelijkheden als mens, we krijgen het speelgoed van God eigenlijk, om vorm te geven aan de wereld om ons heen, om vorm te geven aan onze economische systemen en om vorm te geven aan onszelf. Ik wil je met twee quotes eindigen. Het eerste is van iemand die Mark Randall heet. Mark Randall is een internetentrepreneur of een techneut die wat een soort verbindingje had verzonnen tussen Microsoft computers en muziekinstrumenten. En heeft die hele nacht aan gewerkt met zijn compaan en daarmee werd hij $600 miljoen waard. En het weekend voordat ze de grote IPO zouden hebben en hun bedrijf naar de beurs zou gaan, overleed zijn compaan op 40-jarige leeftijd aan een hartaanval. En kreeg hij een crisis van waar deden we het eigenlijk voor. En na wat ziels zoeken, soul searching, kwam hij hierachter. Mark Randall's recept voor een gelukkig leven. Versterk je unieke talenten met de vaardigheden van een fantastisch team om de wereld te veranderen, waarde voor anderen en betekenis voor jezelf te creëren. Je eigen unieke talenten met een team om de wereld te veranderen zoals jij dat wil, waarde voor anderen te creëren. En bij Mark is het altijd waarde waar anderen geld voor over hebben. En betekenis. Terwijl je waarde voor anderen creëert, creëer je betekenis voor jezelf. En als jullie dan vragen van ja, maar wat heeft de wereld dan nodig? Waar moet ik dan zo nodig waarde gaan creëren? Dan is het leukste antwoord is waar je maar wilt. Het hele leuke van rijk zijn is dat je vrij bent. Howard Thurman was een soort de eerste zwarte decaan van een Amerikaanse universiteit in de jaren 30, 40 van de 20e eeuw. En hij zei, don't ask what the world needs. Ask what makes you come alive. And then go do it. Because what the world needs is people who have come alive. Vraag niet wat de wereld wil. Vraag wat jou het gevoel geeft dat je echt leeft. En ga dat dan doen. Want wat de wereld nodig heeft, is mensen die het gevoel hebben dat ze echt leven. Dankjewel. Dankjewel, Karim. Er is nog een paar minuten mogelijkheid om vragen te stellen. Heeft iemand een vraag aan Karim? Anders mag hij vragen aan jullie stellen. Heeft u zelf het gevoel dat u gevonden heeft waar u echt van leeft? Ja. Ja. Ik zie mezelf nog als een tussengeneratie. Ik denk dat er twee vragen zijn. Waar leef ik voor? En hoe verdien ik mijn geld? En vroeger hadden we die vraag van hoe verdien ik mijn geld, waar we ons hele leven bezig diep te beantwoorden. En dan als we met pensioen gingen, konden we vragen wat wil ik dan zelf doen? In de toekomst zullen we waarschijnlijk die vraag van waar leef ik voor gelijk aan het begin stellen. En ik zit zo'n beetje zo'n tussencategorie. Dus ik heb voor mezelf bedacht waar ik voor leef. En dat is ideeën, lezingen, boeken schrijven. En de tweede vraag van hoe verdien ik daar genoeg geld mee, dat is een makkelijkere vraag, maar wel een vraag waar je ook aandacht aan moet besteden. En het lukt vrij goed. Ik werkte net voor een organisatie 2 dagen per week. En toen vroegen ze, kun je niet 4 dagen per week voor ons gaan werken? En dat vond ik toen, heb ik er even over nagedacht. En toen zeg ik ga 1 dag per week voor jullie werken. Nu jullie het er toch over hebben, lijkt het me goed dat ik wat meer aandacht ga besteden aan dingen die ik echt belangrijk vind. Dus maar zoals kunstenaars weten wat ze met hun leven willen doen. Die moeten alleen nog maar weten hoe krijg ik er genoeg geld voor. Anderen van ons weten het niet precies, dus we gaan ons bezighouden met hoe verdienen we geld, hoe hebben we huisje, boompje, beestje. En dan hoeven we gelukkig niet na te denken over wat we echt willen.
Nog andere vragen? Nou, u heeft een aantal keer de Britse econoom Keynes geciteerd. En die schreef zijn stuk in 1930, denk ik dan. En hij zei dat het in 2030 helemaal opgelost zou zijn. Maar het lijkt alsof we nog steeds hetzelfde zijn. Of de rijken extreem rijk zijn en ook niet weten wat ze moeten doen met hun geld. Dat was in 1930 ook zo. Ja. Gaat het in 15 jaar veranderen? Hele goede vraag. Keynes had twee dingen mis. Hij zei er moeten geen oorlogen komen. Die zijn natuurlijk wel geweest, hè, in de Tweede Wereldoorlog. Dus hij heeft iets. Hè. En hij heeft zich beperkt tot Engeland. Hè, dus hij was al met het rijkste land ter wereld in 1930, de British Empire. Hè, dus hij zei, binnen Engeland zal er geen economisch probleem zijn. Hij heeft het niet naar de hele wereld gezet. Dat is de excuus. Hè. We kunnen Keynes zeggen, hij heeft in principe het goede idee, maar dit zijn verzachtende omstandigheden. Maar ik denk dat dat de veel diepere kritiek, waar jij misschien aan refereert, is dat we... die omslag is moeilijk te maken. Weet je, het is niet alleen maar dat wij als wezen zijn wij zo gefocust op krijgen, hebben, schaarste. Ik moet het nu pakken, anders dan is het te weinig. En als ik het niet van die andere pak, dan pakt die andere het misschien en zo. En dat is een strategie die ons duizenden jaren goed geholpen heeft. En om nu opeens te gaan zeggen, er is meer dan genoeg voor iedereen, een soort overvloedssituatie, is een hele onwennige situatie. En toch hebben we ook vanwege de technologie, muziek of data is eindeloos vermenigvuldigbaar. Als we straks de energie ook, of heel goedkoop via zonne-energie, of met fusie komt of zo, en straks energie niet meer verkocht kan worden, dan heb je ook... Hè, Met boeken en literatuur, er is meer spul wordt geproduceerd dan je ooit in je leven kunt lezen. Dus je vraag is helemaal niet van hoe heb ik wel genoeg? Je vraag van ik heb zo ongelooflijk veel. Hoe kies ik wat ik echt belangrijk vind? Dus ik denk dat we in die transitiefase zitten. En dat we, dat als je... Vroeger was ik daar niet zo scherp in, want ik vind het moeilijk om mensen te veroordelen. In mijn manier van leven mag iedereen voor zichzelf kiezen. Dus als iemand vindt van ik moet een heleboel auto's hebben, een heleboel grote huizen, een heleboel boten, dan oké, jouw leven, hè? Jouw idee van waar je gelukkig van wordt. Maar als je ziet de mensen die het doen, hè, de Russische miljardairs, dat zijn mensen die zo arm waren toen ze klein waren. Dat zijn mensen die echt aan het compenseren zijn. En in China ook, hè? Al die mensen die rare dingen doen met hun geld. Dat had je in Japan 20, 30 jaar geleden ook. Het is heel onwennig om opeens geld te hebben. En dan ga je gaat de raarste dingen doen. En dan heb je even de tijd nodig om te kijken wat echt belangrijk voor je is. En ik denk dat de rest van de wereld vooral moet zorgen dat die grote omwenteling in China dan niet de aarde opmaakt in de zin van hulpbronnen en milieu en zo. Dan is dat een zorg die je kunt hebben. Sorry, een wat lang antwoord op een... U zegt, het is bijna misdadig om geen economische groei voor de armste 2 miljard mensen op de wereld te wensen. Ja. Maar dat snap ik niet helemaal, want als iedereen in Afrika meer geld heeft, dat betekent niet per se dat ze beter in hun behoeften kunnen voorzien. Want we hebben al genoeg eten op de wereld om iedereen te voeden. En alsnog sterven de mensen van de honger. Dus het heeft toch niet zo heel veel met geld te maken, maar met de manier hoe we voeding en huisvesting en zorg en dergelijke verdelen. Ja, absoluut. Het heeft toch weinig met economische waarde, met zeg maar rijkdom. Tenminste wel rijkdom in de zin van dat je een gelukkig leven hebt, maar niet rijkdom in de zin van geld. Ik denk dat het met beide te maken heeft. Je hebt helemaal gelijk. Al mensen zeggen er is te weinig eten op de wereld, is niet waar. Er is genoeg eten. Het komt alleen bij sommige mensen niet aan. Maar er zijn ook sommige mensen die het zich niet kunnen veroorloven. Dus dan is het wel gedeeltelijk een economisch probleem, gedeeltelijk een probleem van slechte overheden en geen democratieën en zo. Hè? Amartya Sen had gezegd dat in een democratie nog nooit een hongersnood is geweest. Omdat de kranten al van tevoren gaan waarschuwen dat het misgaat. Maar in een dictatuur gaat alles goed tot op het moment dat er helemaal niks meer is. Dus er zitten andere problemen dan geld. Ik denk dat je het verdelingsvraagstuk wel belangrijk is. Niet alleen vanwege een ethische zin. Dus ik ben een jaar in Brazilië geweest en daar merk je dat de rijken zoveel van de koek voor zich willen houden. Het verschil tussen rijk en arm is zo enorm groot. Met mijn inkomen als universitair docent was ik vele malen rijker dan bijna iedereen en vele malen armer dan de rijken. Weet je, de categorie die eigenlijk helemaal niet bestond. Die houden groei tegen. Dus
rijken kunnen door hun activiteiten zorgen dat de onderste mensen niet economisch kunnen groeien. En er zijn hele bizarre dingen die dan gebeuren. Een Nederlandse economische denker, Jan Saal, die aan de basis van Triodos heeft gestaan, die zei, als wij, het is meer een denkidee, hè? Als wij vlak voor de crisis hadden besloten 2000 miljard dollar gewoon aan de armste landen te geven, hè? Ook echt als geld en als goederen enzovoort, dan waren we die 2000 miljard kwijtgeraakt. In het eerste jaar van de crisis zijn we ze ook kwijtgeraakt. Maar die arme mensen kunnen iets met geld doen. Op een gegeven moment kun je als je heel veel geld hebt, doet geld niet meer hetzelfde dan als je heel arm bent. En als je geld als hetzelfde beschouwt, dan mis je dat verschil. Dat voor een arm persoon maakt het echt, je wordt echt gelukkiger met meer geld. En na 18.000 euro word je niet meer gelukkiger met meer geld. Dus je hebt gelijk en toch blijft er een economische kant aan zitten. Nog één vraag kunnen we doen. Ik ga eerst beginnen met een aantal opmerkingen. Eén opmerking, één vraag. Heel goed. Nou, in het weekblad Science stond een paar weken geleden dat we rekening moeten houden met een bevolkingsgroei tot 12 miljard in 2100. En als je dat uitrekent, dan is de bevolkingsgroei op dit moment 80 miljoen per jaar. Dus economische groei, moet je helemaal niet over praten. Dat heb je gewoon hartstikke nodig vanwege de bevolkingsgroei. Hè? Dan een tweede iets waar ik erg rijk mee ben, maar het is heel persoonlijk, en mijn vrouw was dat ook. Dat is het feit dat wij hebben kunnen kiezen om geen kinderen te krijgen. Daar heb ik me altijd buitengewoon plezierig mee gevoeld. En nu ik met pensioen ben, zeg ik tegen mensen wel eens, het enige wat echt gelukt is in mijn leven is het voorkomen van nageslacht. Want die cijfers die u net hoorde, is dus mijn bijdrage aan de rijkdom van de wereld, afzien van nageslacht. Ja. Heel kort, eerst op uw tweede vraag. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat iedereen doet wat voor hem, hè, hoe geef je vorm aan je leven, is de vraag van wat doe ik? En je trekt je niet zoveel aan van wat andere mensen doen. Zoals iedereen bezig is met kinderen te krijgen omdat het zo hoort, en je besluit zelf van dat wil ik niet vanwege ideale redenen of andere redenen, helemaal goed. Het leuke is dat je als een uniek wezen geboren bent, dus leef ook op die manier. De tweede vraag over die bevolkingsgroei. Er zijn twee, denk ik, positieve antwoorden op. Ik denk dat je, als je met cradle to cradle, circulaire economie en al die foefjes die je technologisch kunt bedenken en economisch kunt bedenken, ook 12 miljard mensen op aarde kunt hebben. Ik vind de aarde helemaal niet zo vol. Als je van Japan naar Nederland vliegt, vlieg je 12 uur lang over niks. Iedereen gaat steeds meer in steden wonen. De aarde wordt in principe steeds leger. We geven steeds grotere stukken land, ook in Frankrijk, terug aan de natuur. Dus dat is het ene positieve verhaal. Het kan, hoor. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren. Het kan. Het tweede positieve verhaal is, ik denk dat hoe sneller we rijker worden, hoe sneller de bevolkingsgroei zal afnemen. Want het is de enige verband wat je kunt zien is, hoe rijker mensen worden, hoe minder kinderen ze krijgen. Dus als je... Die twee dingen, ja. Dus als we zorgen dat de armste regionen meer economische bedrijvigheid hebben, de vrouwen ook aan die economische bedrijvigheid en aan het onderwijs mee gaan doen, dan heb je een soort dubbele win. Aan de ene kant word je sneller rijker, aan de andere kant, doordat die bevolkingsgroei sneller afvlakt, wordt die rijkdom ook in principe door een kleinere groep mensen gedeeld. Want je hebt scenario's die echt heel erg slecht zijn. Het enige waar economische groei bijna niet op tegen op kan boksen, is hele snelle demografische groei. En dus landen die besluiten dan opeens om hun te verdubbelen. Ik zeg de hele tijd wij met Nederland. Ik ben half Nederlander, half Algerijn. Dus de WOC Nederlandse kant is mijn Nederlands, mijn moeders kant. Mijn vaders kant komt uit Algerije. Algerije heeft na de onafhankelijkheidsoorlog, toen ze heel veel mensen verloren zijn, besloten, we zijn een heel groot land en we zijn maar met 7 miljoen, dus laten we dat heel snel opkrikken. Ze zijn nu met 35 miljoen binnen 30 jaar. En het probleem, ze hebben gas, dus niemand komt om van de honger. En ze hebben gas en olie en het is een enorm land, even groot als West-Europa. Maar je kunt geen economie runnen met zo'n
piramide van de mensen. Want eerst is iedereen kinderen en heb je af alles kinderen nodig. Dan is iedereen moet werk hebben, er is helemaal geen werk voor iedereen. En straks gaat iedereen tegelijkertijd met pensioen. Dus voor rijkdom en economische groei heb je een relatief stabiele bevolkingspiramide nodig. Maar dat is maar een technische zaak. Dankjewel, Karim. Volgende week is hier de School of Life met Wigger Scholz over hoe je betere gesprekken kan voeren. En op 4 december is er weer een broodje filosofie met Daan Rovers, hoofdredactrice van Filosofie Magazine, over hoezo authentiek. En dan wil ik jullie alleen nog vragen voor een hartelijk applaus voor Karim. APPLAUS